In 2008 heb ik het bedrijf opgericht. En toen eigenlijk vanuit thuis begonnen. En in 2013 hebben we de stap gemaakt naar de industrietrein. En toen hebben we het bedrijf eigenlijk verder uitgebreid tot wat het nu is. Wij maken hier plaatwerkproducten, we maken hier leidingwerksystemen en we leveren draai- en freesonderdelen. En wij leveren losse halffabrikaten tot en met complete samenstellingen. Wij proberen meer te zijn als een leverancier. Dus we zitten vaak in een heel vroeg stadium al met een klant aan tafel om voor het stukje advies voor qua maakbaarheid, qua kost, prijs, verhouding te berekenen. Een stukje tekenwerk, stukje ontwerp. En wij merken aan de klant dat de behoefte daarin heel erg groot is. Daarna pakken wij het hele productieproces op en tot en met de oplevering ontzorgen we de klant dan ook echt daadwerkelijk. De machines worden hoofdzakelijk gebruikt voor het snijden van staal, RVS en aluminium. We snijden tot 25 mm dik. De doorslag voor ons om voor de LVD-machines te kiezen was het hele verkoopproces van A tot Z. We hebben alles tot in detail doorsproken, zeg maar. Dus we waren er echt van overtuigd dat we met die ondersteuning, zeg maar, ook na de koop de juiste begeleiding zouden ontvangen van LVD. Het vertrouwen is groot. We waren heel goed voorbereid op de aankoop, zeg maar. We hebben gekozen voor een fiberlaser snijmachine en een kanbank en alle software die het dan vervolgens mogelijk maakt om het werkvoorbereidingsproces te verkorten tot een minimale tijd. Daar zit ook onze grootste winst. Eerst kregen we altijd PDF-bestanden binnen. Nu kregen we ook vaak wel step-bestanden binnen. Step-bestanden zijn voor ons het makkelijkste in ieder geval met de software. Wij gooien step-bestanden erin, dus een 3D-model. Gooien we in de software en zoals je hier ziet, genereert hij dan zelfs zijn uitslagen. Waardoor wij ook qua maakbaarheid, maar ook qua de maatvoering altijd eigenlijk goed is. Dus dat is eigenlijk wel het voornaamste voordeel van nu. We hebben een eigen 3D-tekenmodel waar wij dingen kunnen aanpassen. De vorige machine was een CO2-lasersnijmachine. Die natuurlijk een gigantische verbruikingsstroom heeft en ook in snijgassen, moet ik zeggen. Dus ook op dat vlak hebben we een enorme slag geslagen. Ik denk dat we nu een stroomverbruik van 25 tot 30% verbruiken. Onze snijcapaciteit is op dezelfde vierkante meters kunnen wij bijna 60-70% meer producten versnijden ten opzichte van de oude machine, zeg maar. Qua software systeem is het zeker flexibel, omdat we met 3 mensen krijgen we allemaal een cursus. Hebben gevolgd en met die cursus krijg je de basisstappen uitgelegd. Door ervaring leer je daar steeds meer in. De kanbank en de lasersnijmachine hebben wij ook een nieuwe operator. Die was binnen een week was zeker operatief met de lasersnijmachine. Dus binnen een week kunnen we eigenlijk wel iemand omscholen tot aan een zetbank of aan een lasersnijmachine om daar eigenlijk volledig mee op weg te kunnen. Wij werken projectmatig, maar ook veel met spoedopdracht. Dus wij krijgen vaak spoedaanvragen binnen, waar wij binnen enkele dagen moeten reageren. We hebben een stukje voorraad erbij waar we kunnen reageren dan. En het systeem geeft ons ook de flexibiliteit om daarmee in te kunnen richten qua planning. De volgende stap is om het systeem te koppelen aan ons ERP-systeem, zodat we alle prijzen en alle daadwerkelijk gewerkte tijden terug kunnen koppelen naar ons ERP-systeem. En dat we onze nakalculaties 100% inzichtelijk krijgen. En dat dat dan ook vervolgens geautomatiseerd wordt. Concreet hebben de machines ons complete productieproces verbeterd. We hebben een lagere kostprijs, we hebben een interessantere verkooptarieven op dit moment. We hebben nagenoeg geen afkeur meer. We hebben heel veel grip en controle op de planning. Dus onze leverbetrouwbaarheid is ook enorm gestegen. De conclusie van het verhaal is eigenlijk dat we door de aanschaf van de LVD-machines onze kostprijs hebben weten te reduceren, waardoor dat we zeker de eerste 5 jaar zeer concurrerend mee kunnen doen in de markt.